Maartje van Laanen werd op 2 maart beëdigd als raadslid voor de VVD in de gemeente Buren. Ze woont in Eckendiel en in 2018 kwam ze net niet in de raad. Maar wie is Maartje eigenlijk? En waar kijkt ze naar uit in de politiek? Dat kan ze natuurlijk het beste zelf vertellen. Welkom Maartje. Ja, ik zou bijna zeggen eindelijk in de raad van Buren. Ja, hè? ja. Na drie jaar. Ja. Zo leuk, want ik kreeg vandaag een Facebook-herinnering. Oh, Een jaar geleden stond mijn dochter met uh, de toenmalige wethouder op het ijs. Dus het is dan wel heel leuk om dat terug te zien. En dan, ja. Ja, en dan eindelijk, ja. Um, hoe heb jij, uh, ja, ik zal niet zeggen, naartoe geleefd? Hè? Want er is iemand natuurlijk weggegaan omdat jij uh, hebt, vult nu die plaats op. Ja. Heb jij daar um, heel erg naar uitgekeken toen je hoorde dat je dat zou worden? Uh, toen ik het zou worden. Um, nou, ik, ik, ik zal een heel klein stukje mee, uh, mee terugnemen. Want uh, toen ik dus hoorde dat ik het niet was geworden, ja. toen werd ik echt wakker met de politieke kater. En dat, dat woord bestaat misschien helemaal niet, maar ik was echt ontzettend teleurgesteld. En um, die ontzettende teleurstelling daaruit uh, kwam ook naar voren. Dat ik het zo ontzettend graag uh, wou. Ja. En dat het dan nu. In één keer word je gebeld op een donderdagavond nadat je de pizza op hebt. Um, en uh, nou, ik dacht dat het over iets anders ging, dus het kwartje viel heel langzaam. En toen voelde ik de kriebels in mijn buik van, hé, hey, dit zou nog wel eens even echt kunnen. Mm -hmm. nou, dan ga je in gesprek en dan, uh, en dan uh, krijg je gewoon weer een stuk van dat gevoel terug. Dat je die leukertjes weer ziet van de fractie en um, dat je denkt, nou, oké. Okay. Ja, daar ga ik voor. Ja. ja. Dus het is anders, want je hebt ook een, uh, een teleurstelling meegemaakt. Mm -hmm. uh, maar ik heb er, uh, ja, evenveel zin in. Ja, zeker. Misschien ben je nog wel gemotiveerder dan dat je toen was. Nou, ik ben in drie jaar natuurlijk ook wel wat meer gegroeid. Hè? Met, uh, ik sta heel erg lerend in het leven. En. Um... Ik merk ook, gisteren heb ik dan mijn eerste gemeenteraadsvergadering uh, um, gehad. En uh, dat ik er uh, wat rustiger in sta en, en nog even wat in de observatiemodus. Um, maar de, de, de gretigheid uh, is er denk ik wel meer. Daar heb je wel gelijk in. Ja. 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 Maar goed, raadslid zijn is, uh, is vrijwillig. Wat doe je als baan? Ja, waar, waarmee je betaling mijn hypotheek. Mm -hmm. Ja, nou, um, ik ben uh, teamleider um, bij MBO Utrecht. En dat is uh, voor de Academie voor Techniek. Dus ik stuur twee uh, mooie teams aan van docenten en, en ondersteuners en medewerkers um, voor jonge mensen uh, op te leiden voor een niveau 4 opleiding diploma uh, in de techniek. Dus in de bouw, uh, engineering, een stukje uh, binnenhuisarchitectuur. Ja. Dan heb je dus zelf ook wel uh, iets met techniek, denk ik. Uh, ja en nee. Ik heb er uh, zoveel mee dat ik echt belangrijk vind dat onze arbeidsmarkt. Uh, um, dat nog steeds de, de, de aanstroom uh, is van de jonge professionals die, uh, die uh, werk in Nederland verder kan helpen. Um, maar inhoudelijk van techniek? Nee, dat niet. Nee. Maar wel meer dan affiniteit. Natuurlijk uh, ja, ook omdat ik, niet natuurlijk, maar ik heb dan mijn eigen mijn eigen huis ontwerp, ontworpen en energie-neutraal um, uh, mogen bouwen. Uh, met succes. Dus uh, dat wel, maar je moet maar niet vragen om een broodrooster te repareren. Nee, nee. Maar dan laat ik hem wel repareren, trouwens. Dat wel. Dat niet direct. Nee, de... nee. Nee, 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 nee. Duurzaamheid. Wat, ja, wat dat betreft, uh, nou je haalt me het woord uit de mond eigenlijk. Wat dat betreft zit je op dit moment dus ook heel erg goed in de raad, want heel veel gaat er over duurzaamheid. Ja, ja exact. Ja, en dat is ook wel um, toen drie jaar geleden hè, de verkiezingscampagne. Uh, Iedereen heeft dan zo zijn profiel. En uh, dat profiel is ongewijzigd. Um, dus het is nog steeds de duurzaamheid, maar duurzame economie. En uh, dat is dan niet alleen maar dat wij willen uh, dat er een windmolen komt, maar dat het goed gaat. Dat het op de juiste manier uh, er komt en uh, stap voor stap. En, uh, dus die duurzaamheid, uh, ja zeker. En um, binnen, ook binnen mijn werk um, ben ik ook met die techniek ook voor uh, wat leuk om, om, om uh, het onderwijs mede te ontwikkelen en te kijken naar uh, renewable energy. En dat onze studenten ook leren uh, die, die circulaire economie. Uh, dus ja, nee, fantastisch. Ja. ja, ik heb al uh, meerdere keren even het onderwijs uh, laten vallen. Ja. Volgens mij zei de fractievoorzitter dat ze blij was dat jij daar affiniteit mee had. Ja. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe ga je dat inbrengen in de raad? Ja, een onderwijsmens, uh, dat is dan, hè, wat ik dan merk, in het bedrijfsleven, onderwijs, het zijn allemaal verschillende werelden. Wij, wij onderwijsmensen, wij hebben toch een ander perspectief. Wij kijken toch ook meer van wat uh, de opbrengst, het leren. Uh, in gesprek gaan met elkaar. en, en openstaan um, uh, voor groei. Dus, dus vanuit, die vanuit dat perspectief. Uh, uh, is het ook een stukje onderwijs wat ik meebreng. maar natuurlijk ook wel de kennis over. Um, uh, goed onderwijs neerzetten. borgen. Uh, binnen, onze, binnen onze kernen. Ja, en dat is natuurlijk wel. ook als moeder van een, uh, van een jonge, jonge meid. jonge meid. jong meisje van bijna acht jaar. Mm -hmm. um, we willen gewoon dat. Uh, dat onze. Uh, onze jonge, uh, jonge mensen goed onderwijs krijgen. En um, ik denk te weten wat goed onderwijs is. Ja. ja, dat zijn twee pluspunten. Heb je ook minpunten? Ja, ik heb een hekel. Want een, 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 dat is meteen ook waar ik echt voor over uitkom. Uh, mijn geduld. Ik heb niet zoveel geduld. Of zeg maar bijna niet. En, uh, maar goed, dat weet ik. Dus ik moet ook in de voorbereidingen wat meer tijd nemen. Mm. En... Um, uh, ja, dus, dus gewoon uh, rustig. Even uitademen, dus het geduld van mij. Um, ik ben in, in, ondernemend en um, mijn vader heeft het ook altijd gezegd van het hoeft allemaal niet direct en, en, en meteen nu. Dus dat, uh, maar dat leer ik vanzelf, mm -hmm. ook binnen uh, de gemeentelijke politiek. Zeker binnen de gemeentelijke mm -hmm. politiek. Hè? Ik ben niet alleen aanzet um, en binnen mijn werk uh, ben ik wat meer aanzet en, 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 en binnen het gezin ben ik ook weer op een bepaalde manier aanzet. Nee, dus ik ben nu uh, wat meer afhankelijk. En uh, dat is helemaal niet verkeerd voor mij. Dus je gaat ook nog wat leren? Zeker weten. Ik heb gisteren weer geleerd. Dus, um, nou ja, dat, uh, en als je het, het geleerde ook meeneemt, nou, bijvoorbeeld binnen mijn werk of, of in andere uh, relaties die ik heb, dan uh, kan ik hier alleen maar uh, beter uitkomen. Zeker weten. Ja. ja. Wat neem jij verder mee in de politiek? Wat wil, wat wil je eigenlijk bereiken voor de Buren of eigenlijk voor de inwoners van de gemeenteburen? Ja, Um, ik kom oorspronkelijk uit, uh, uit een dorp, maar dat is um, uh, behoorlijk wat, wat stadser geworden. Maar ik woon dus nu in, of ja, ik woon sinds uh, 2011 in Eckenwiel. En, en uh, de rust. Um, van, van, van zo'n kern dat is, dat is uh, hartstikke mooi, maar het is ook een, een, een kern wat meer. Uh, ik hoop dat ik niemand tegen het hoofd stoop, maar wat meer op zichzelf. Kijk, ik ben er ook niet zomaar mm -hmm. gaan wonen voor in de rust uh, te, uh, te ontspannen hè? en, en, en uh, het werken doe ik dan in de stad. Um, maar wat ik ook wel merk is, uh, de politiek is zo'n ver van mijn bedshow. En uh, ik heb in het verkeer ook een hekel aan drempels. Ik hou me wel netjes aan, aan, de, aan de regels, maar ik heb er wel een hekel aan. Want die drempels die zijn er een keer gelegd... omdat we uh, hè, het een en het ander willen handhaven. En um, voor mij is politiek... Um, ja, dat is een woord dat er aan is gegeven... maar het is niets minder dan met elkaar in gesprek gaan... om grote um, opdrachten, dossiers, wat als het goed is, ten goede moet komen voor onze gemeente. En dat kunnen natuurlijk de inwoners zijn. Mm -hmm. um, dat kunnen ook uh, de ondernemers zijn. En um, uh, wat ook weer goed is voor de provincie. Uh, de, dat gesprek. En eigenlijk is politiek, politiek is mensenwerk. En uh, nou ja, ik heb het al tegengezegd... voor mij hoeft politiek hoeft helemaal niet zo politiek te zijn. Dus uh, die drempel verlagen, nee, er hoeft geen drempel uh, te zijn... Kijk, en um, wij als de VVD, wij vinden ook echt dat... Um, ja, dat, dat, dat heet dan uh, um, inwonersparticipatie. Uh, we kunnen... Uh, verwachten van onze inwoners. Hè? Kom bij ons, kom, kom bij de gemeenteraad, mm -hmm. kom met ons allen in gesprek, wat dat kan. Maar ik vind het nog leuker, en ja, dat is nu met het corona wat moeilijker... maar met mensen zelf in gesprek gaan. En uh, want er zijn, uh, de, de leven behoorlijk wat, uh, wat zaken onder onze inwoners. En, uh, en als je daarmee zit, uh, daarvoor zijn wij. Dus... Uh, ja, dat zou ik dus uh, als uh, nou ja, speerpunt, vinden we ook als VVD. Um, wij zijn er voor, voor de gemeente. Ja, dus eigenlijk nog, nog laagdrempeliger als wat jullie al willen zijn. Nuldrempeliger, dat is geen woord, maar geen drempel. Ja. Dat is nog beter. Ja. Heb je wel uh, genoeg vrije tijd nog naast je werk en je raadswerk straks? Nou, wanneer uh, mijn raadswerk mijn hobby is, ja. En uh, het is nog interessanter, ik wou bijna zeggen: probeer het eens uit. Maar um, dus, dus daar um, ook je ontspanning in vinden, dat kan. En mm. binnen mijn werk ook zeker. En uh, het is um, focus houden. Focus houden op het moment dat ik met mijn raadswerk bezig ben mm. daar. En zorgen dat dat goed gaat. Nou, als dat klaar is, dan is dat ook even klaar. En voor mijn werk uh, is dat hetzelfde. Dus in de avond ook niet te veel op mijn werktelefoon kijken. En dat, dat is dan ook weer goed. En dan de focus op, um, op het gezin. En uh, oh, nou, ook uh, op mezelf natuurlijk, ja. En je hobby's, heb je die nog? Ja, dat is... Ik denk dat het een... Wanneer ik uh, met pensioen ben, dat ik dan denk... Oh, ik heb geen hobby. Maar wat ik al zei, het raadswerk en um, uh, het opzetten. Ja, dat is voor mij. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Want anders zou ik dit niet doen. Nee. Dus uh, ja, verder hobby's. Paardensport vind ik uh, fantastisch, mooi. B -b Buiten zijn vind ik heel erg uh, goed. En dat is ook uh, bij ons uh, in Ekkewiel natuurlijk ook uh, een cadeau om überhaupt maar deur voor haar uit te stappen. En dan uh, sta ik al tussen de alpakkes van de ja. overbuurvrouw. En. Uh, ja, en verder is lezen en zelfontwikkeling. Ja, ik, dat, dat, dat doe ik. En hier en daar een beetje golf lijkt me nog leuk om dat op te pakken. En ik golf niet met een gang. Nee, maar ik golf gewoon. Ik sluit ook die bal aan. Als ja. het even kan, of in een spijkerbroek misschien. Ja. Nou ja, dat uh, in Tiel, volgens mij kan dat. Ja, nee, dat, uh, dat lijkt me heel leuk om dat ooit weer een keer op te pakken. Maar goed. Misschien komt dat nog. Ja. Nou, ik vond dit een uh, erg leuk gesprek. Nou, ik hoop je ook goed. nog een keer tegen te komen als het een uh, pittige onderwerp is. Mag. En ik wens je heel veel succes in alles wat je gaat doen. Dank je wel. Ja, Dank je wel,